Deze dag is pas echt voorbij. En iedereen weet het die hem kent. Als Ralf het heeft samengevat. Dus Ralf, het laatste woord is aan jou. Ik ga het samenvatten. Het is bijna niet te bevatten. Want ik speel met de taal, dat doe ik verbaal. Ik laat de taal dansen, dat zorgt voor nuance en stimulansen. Zo boetseer ik met woorden, krijg ik meer akkoorden. Krijg ik meer harmonie en meer poëzie. Het wordt bijna harmonisch, het wordt bijna iconisch. Wat is hier nu gebeurd? Hoe is deze middag ingekleurd? Want het Openbaar Ministerie is geen mysterie. En die Rinus Otte, die laat zich niet bedotten. Die sprak met empathie zijn kritische zelfreflectie. En had het ook buiten kijf over het echte rechtsbedrijf. Wees positiever, wees liever, responsiever, proactiever, maar ook productiever. Kijk zogezegd bijvoorbeeld naar de doorlooptijd, de openheid, de geloofwaardigheid, de rechtmatigheid, de doelmatigheid, maar vooral de rolvastheid. Kan het eenvoudiger? Kan het makkelijker? Kijk naar het eigen functioneren. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar inspireren en meer anticiperen? En ter lering meer uniformering. En hoe hij het dan verwoordt, strikter aan de poort. Meer gemak bij de zogenaamde ZSM-aanpak. Zo spoedig mogelijk. Maak dat dan mogelijk. We moeten het niet meer vergeten. We doen het samen in de keten. Want we moeten samenwerken. We moeten elkaar versterken. We werken met Elan met meer dan, of bijna meer dan ongeveer, 6000 vrouw-man. En die van de Heuvel, die kent dat journalistenspel. Die weet voorwaar dan toch meer openbaar. Persbeleid met meer creativiteit, zoals hij dat zei. En minder angsthazerij. Zichtbaarheid in het publieke debat, heel gevat. En kijk dan naar vermogen, naar het zelfreinigend vermogen. En hij had het zelf spontaan over een soort onafhankelijk orgaan. Maar dat is er. Ja, met veel flair. En dan die demonstraties met al die tractaties. En wat het ook over die generatieve artificiële intelligentie. Met heel veel attentie. Dus generatief is direct ook interactief. Rekenkracht en taal. Dat is wel een bijzonder verhaal. En heel reëel is het ook bijna virtueel. Want prompt is een verzoek. En vergemakkelijkt echt het onderzoek. En dat maakt dan sterkere rendementen. Door het scannen van wel miljoenen documenten. Dan kan het wel heel erg snel. En dat zijn de praktijkvoorbeelden die nimmer verveelden. Hoezo? Kijk dan eens echt naar de workflow. De case over mishandeling was wel een belangrijk ding. En dan kijk dan ook eens naar die bronvermelding. Wat zijn dan de wegingsfactoren die naar behoren echt scoren? Dus je wint zogezegd extra tijd. De juiste vraagstelling is wel essentieel en heel reëel. Maar kijk ook naar de gevaren die we ervaren. En dat elke slagbom op je weg, bij voorspoed of bij pech, al is het lang of kort, een polsstok in je handen wordt. En concurrentie zit, zoals je gelooft, vaak in je hoofd. Maar samenwerking zit heel apart. Altijd in ons Openbaar Ministerie's hart. Getekend Ralf, bedankt.